je deze foto ziet, dan denk je, hé, dat is leuk. Dat is Max Verstappen, die dus nou ineens niet bij die ene grote gele hallo supermarkt staat, maar bij die bezorgdienst. Zijn hoofdsponsor is dat eigenlijk ook, hè, die Frits van Eert. Ja, dat klopt. Maar zijn hoofd wordt hier niet wel gebruikt, maar het is dus niet zijn hoofd. Michelle Makinje, het is ja. Alle schijn doet het. Hè? Je hebt er alle schijn van dat je denkt, oh, dat is Max natuurlijk. Ja. En ook dit is ook een leuke. Gedaan, net nog één zo'n geel busje met de letters J en de U erin. Dat ja. Een beetje slecht figuur, dat wel. Maar goed. Ja, hij is wel heel illetjes. Wettelijk gezien. Max is een stuk gespierder inderdaad, ja. Maar er was dus een rechtszaak tussen Max Verstappen en die online supermarkt. Maar het is nog een leuke woordspeling. Natuurlijk geen gelopen race. Nee, een gerezen race dan eigenlijk. Volgens mij loopt het al vanaf 2016. Ik heb dat filmpje destijds gemist. En ik kon hem nu net 1, 2, 3 niet meer terugvinden. Nee, maar je wordt de hele tijd op been gezet van dit is dus Max. Ja, en die is naar een andere supermarkt toegegaan als waar we hem van herkennen. Ja, want Max die heeft inderdaad een contract met de grote gele reus, om maar zo te zeggen. Ja. En daar doet hij ook actief filmpjes voor. Maar Picnic heeft toen een lookalike ingezet. En dat filmpje heeft heel kort, want blijkbaar doen ze een soort van animatiefilmpjes op hun Facebook-site zetten. En dat hebben ze toen het kort gedaan. Toen is Max toen al heel snel boos geworden, hebben ze het eraf gehaald. Maar ja, YouTube en allerlei andere sites hadden het natuurlijk al gekopieerd. Ja. Dus het is nog wel ergens te zien. De tv-kantine heeft er ook ik zie het inderdaad. Maar daar zie je echt wel duidelijk dat hij het niet is. Hè? Nee, precies. Ja, dat is gewoon Carlo. Maar Max die heeft toen zijn schadevergoeding gevorderd van Picnic. Want die heeft gezegd, jullie gebruiken dat onrechtmatig. Ja. Toen heeft de rechtbank gezegd, ja, dat klopt. En dan op basis van de auteurswet, daarin staat dat je portretten van anderen niet zomaar mag gebruiken. Is dat intellectueel eigendom? Nou ja, dit is beschermd onder de auteurswet. Oh. Het is een beetje een vreemde dat hij daaronder staat. Maar goed, die wet is ook alweer een eeuw oud. Dus vandaar dat hij daarin staat. En dus portretten, ja, die mag je dus niet zomaar gebruiken. Er moet dan, gelet op een redelijk belang, er moet een belangafweging plaatsvinden. En in deze was dus, er had de rechtbank geoordeeld, nee, dit mocht niet. Dus een schadevergoeding betalen, Picnic aan Max. Toen kwam het hof. Tenminste, Picnic is in hoger beroep gegaan. Dus toen kwam het hof en die zei, ja, het is helemaal niet een portret. Want het is, hij is niet echt. Je gebruikt niet zijn feitelijke gezicht. Ja, zeg maar. Het is aan profiel. Het is duidelijk dat het een lookalike is. Dat het een persiflage is. En dat het dus een grapje is. Dat zei eigenlijk het hof. Dus dan kwam hij ook niet verder aan die belangafweging toe. Mm-hmm. Dus die zeiden, Max, jammer voor je. Ja. Toen is Max en zijn bedrijf, die zijn belangen eigenlijk behartigd, Mavis, zijn in cassatie gegaan. Dus dan kom je bij de Hoge Raad uit. En die kijkt dan eigenlijk niet meer naar de feiten, maar die kijkt of de feitenrechters, dus de rechtbank en het hof, het recht juist hebben toegepast. Dus is die, ja. En dan kwam er dus nu een uitspraak van de advocaat-generaal. Die komt altijd eerst een uitspraak van de advocaat-generaal. Die adviseert de Hoge Raad. Over het algemeen neemt de Hoge Raad dat over, maar af en toe ook helemaal niet. En die zei, die is dus er eigenlijk helemaal diep op ingegaan. Ook gelet op het feit dat er eigenlijk nog helemaal geen uitspraak over was. Of een lijn uitgezet was wanneer ze dan een portret. Er zijn wel wat haakjes in jurisprudentie aangehaald. Maar die zei, laat ik daar nou eens goed op ingaan. Laat ik daar goed naar kijken. Want tot hoever mag je nou eigenlijk gaan als je dit doet? Inderdaad, wanneer persiflage, wanneer ben je beschermd of niet? Op grond van dat portretrecht dat in de auteurswet is vastgelegd. Ja. Ook nu met social media natuurlijk. Je krijgt steeds meer en mensen kunnen van alles tegenwoordig. Ja. Dus die heeft eventjes uitgelegd wanneer is er sprake van een portret. Dan eigenlijk herkenbaar. Als iemand herkenbaar is, we haalden wel eruit dat Max het was. Ja, dat bedoeld was dat Max te zijn. Hij heeft een petje heeft hij op. Precies. En het gezicht lijkt er ook enigszins een beetje op. Ja, die pet past ons allemaal. Hè? Ja, precies. Maar de AG die zei, dus de advocaat-generaal, die zei aan de hand daarvan kan je dus wel echt herkennen dat het Max is. Al dan niet lookalike of een persiflage. Dus dan is er dus wel sprake van een portret. Daar is de hof dus te kort door de bocht gegaan. Mm-hmm. Hof. Eigenlijk zei de AG, hof, ga er nog maar een keertje naar kijken. Want doordat het hof gezegd heeft geen portret,
nou, kom je in de verdere stappen van die wet niet aan de orde. Dus die andere eisen, die belangenafweging. Dus eigenlijk zegt de AG, ja, het is wel sprake van een portret, want herkenbaar. Een hof moet daar dus nu opnieuw naar gaan kijken en dan die belangenafweging maken. Dus of een redelijk belang is geschaad. Mm-hmm. Daarbij heeft de AG wel gezegd dat het verzilveren, de verzilverwaarde van je populariteit, dat nou dan net niet een belang is dat door het recht beschermd wordt. Nee, dat snap ik maar. Dus op dat moment was die ook al behoorlijk populair, weet je. Ja, klopt. En die populariteit, die een waarde heeft, dat recht is niet beschermd in de wet. Dus de AG heeft eigenlijk wel een soort van gezegd dat hij wel mee kon eigenlijk in de uitspraak van het Hof. Ja. Maar iedereen zou hem kunnen herkennen als zijnde Max, dat gaat dan niet op? Omdat... Nou ja, wel, dat gaat wel op, wel dat het een beschermd portret is. Maar wat Max zegt, ja, dit is mijn portret en dat portret, daar zit een bepaalde waarde aan. Hè? Want daarom heeft hij een sponsorcontract met die grote gele supermarkt. En met heel veel anderen. En met heel veel anderen. Ja. Dus aan dat portret hangt een bepaalde waarde. Maar dat is niet zozeer beschermd, zeg maar, die verzilverbaarheid. Maar kan u wel aantonen dan, weer via een aparte zaak? Dat moet dus nu nog blijken, want eerst gaat de Hoge Raad nog uitspraak doen. Ik geloof dat die voor 11 maart 2022 staat. Ja. Daar zit dan nog die belangafweging, die moet dan nog plaatsvinden. Maar dan daar speelt dus ook wel mee in hoeverre je dus zo'n verzilverbaarheid meetelt. Uitspraak van de AG haalde ik nou dat het voor Max nog geen gelopen race is. Nee. Oh, okay. Dus het is niet dat die 1, 2, 3 gewonnen heeft. 22 maart 2022 doet de Hoge Raad uitspraak in deze zaak, die dan inmiddels al 5 jaar loopt. Maar, Max kennen, weet je, die maakt zich daar niet druk om. Ik dacht dat er in de eerste aanleg dus bij de rechtbank iets van 105.000 euro was toegewezen. En volgens mij is dat voor Max echt een peanuts. Scheetje. Dat zal nu een paar nulletjes bij moeten zijn eigenlijk. Maar ja, goed, dat heb ik net al gezegd. Dat paar nieuwe dus, banden is dat het, gaat he? Dus niet op. Even een snelle bandenwissel. Ja. Goed, zometeen een zaak die, wat jij ook zei, in Zeeland en in Amerika speelt. Michelle Makinjes, hier advocaat bij Okkers en Schopadvocaat. We gaan, zoals gezegd, even naar Zeeland. Daar zit namelijk sinds 1988 een snackbar. Die heet Wendy's. Nou is er een iets grotere Wendy's in de United States, in Noord-Amerika. Zit in Canada, zit in Mexico. Keten, hè? In Amerika, ja. Het is een soort McDonald's-achtig. En die maken vierkante hamburgers. Daar staan ze eigenlijk min of meer bekend. Oh, dat wist ik niet. Oh, nou ja, ja. Ja, dat is zo. En allemaal vers gemaakt. Dus wat McDonald's vaak deed vroeger, is dan zetten ze dat al klaar. Hè, ja. En zij maken hem dan from scratch, zoals ze dat dan zo mooi zeggen. Maar goed, die willen heel graag naar Nederland komen, al heel lang. Al heel lang, ja. Maar door die ene Zeeuwse snackbar, die ook Wendy's heet, krijgen ze hier geen poot aan de grond. Nou ja, of ze moeten gewoon een ander merk in de markt zetten. Andere naam? Ja, een andere naam. Ja, dat werkt dan toch niet? Nee, dit moet Wendy's heten. Ik bedoel, ja, ze willen wereldwijde bekendheid natuurlijk, onder dezelfde naam. Ja, dat is heel erg jammer. Dat is best pech. Ja. Want inderdaad, die snackbar die in 1988 geopend in Goes. Ja. En die heeft in 1995 gedacht, laat ik dat die Wendy's, dat beeldwoordmerk, Benelux woordmerk, dan maar deponeren. Deponeren. Ja. Bij dat bureau. Waar in Den Haag is dat, hè? Nou, volgens mij. De vereniging heet dat toch? Of de verenigde? Ja, ja. Inderdaad. En die heeft dat gedaan. En ook omstreeks die tijd probeert Wendy's dus al de fastfoodketen, de grote Amerikaanse fastfoodketen, voet te krijgen aan de grond in Nederland. Dus ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Dat kan ik niet meer achterhalen. Dus een tijdje geleden. In ieder geval heeft toen die snackbar Wendy's een procedure gestart bij de rechtbank Zeeland. Ja. Gezegd, ja, wat jullie doen, dat mag eigenlijk niet. Dus mag je niet gebruiken, mag je niet doen. Toen heeft hij gelijk gekregen in 2000. Hij is begonnen in 1997. In 2000 heeft hij gelijk gekregen. Toen is Wendy's in hoger beroep gegaan. Maar ja, die piste naast de pot. Mocht niet, want dat beeldwoordmerk was gewoon geregistreerd en dat werd gebruikt. Mm-hmm. Dus helaas, pindakaas. Ja. Toen zijn ze in cassatie gegaan, maar dat mocht ook niet baten. En blijkbaar dachten ze, nou ja, we hebben op alle fronten ongelijk gekregen. Laten we het nog een keertje proberen. Ja. Dus in 2013 hebben ze bij dat bureau waar dat allemaal geregistreerd wordt, een soort van geëist dat die Wendy's van die snackbar Goes doorgehaald wordt. Omdat ze dat die snackbar dat niet normaal zou gebruiken. Dat betekent dus dat je het gebruikt. Die eigenaar heet gewoon Wendy in de Goes. Dat durf ik niet eens te zeggen. Ik denk dat ze gewoon Wendy. Volgens mij niet. Volgens mij heet die eigenaar. Tenminste. Maar waarom hebben ze die naam dan ooit gebruikt?
Dat durf ik niet te zeggen. Is dat omdat ze zo'n fan zijn van die Wendy's in Amerika? Dat nou, kan ik natuurlijk. Had, toen ik de plaatje opzocht van de snackbar, dacht ik wel, ze hebben wel een beetje geprobeerd zo'n Amerikaanse fastfood tent neer te zetten. Ja, ze exploiteren de naam dus wel. Ja, ze exploiteren het echt. Maar dat mag dan eigenlijk ook niet natuurlijk, hè? Als je het nadoet van een grote keten in Amerika. Nee, want het beeldmerk is heel anders. Oh, wij hebben een soort regenboogring. Tenminste, het zijn een aantal ringen met een aantal kleuren. Ja. En daar staat Wendy's in, dus het is heel anders. Want hier is het een meisje met vlechtjes. Ja, dat is Pippi Langkous. Ja. Ja, daar is het van. Waarom heet ze dan Wendy? In Pippi Langkous. In Amerika heet Pippi. Ja, nee, maar dit is, dat weet ik niet. Oh, waarom het dan Wendy is, maar het is Pippi Langkous. Maar goed, ja, we wel af. Die grote fastfoodketen die heeft geprobeerd dat laten doorhalen daar, dat Benelux woordmerk, omdat het niet gebruikt zou worden. En daar is, daar is weer een zaak over begonnen. En toen heeft de rechtbank opnieuw gezegd, ja, deze snackbar gebruikt echt zijn naam. Ja. Want het staat op de gevel, het staat op de ramen, het staat op de stoelen en tafels die er staan. Het is gedrukt op de zakjes, het is gedrukt op de bonnen en ook op de bedrijfskleding. Kortom, het is actief. Ja, dus er werd actief gebruikt in die periode waar het over gaat. Er is sprake van normaal gebruik, dus hoeft dat woordmerk niet doorgehaald te worden. Dus kunnen zij dat woordmerk niet inschrijven. Waarop Wendy dacht, nou ja, ga het gewoon toch nog een keertje proberen in hoger beroep. En eigenlijk kwam Hof tot hetzelfde de conclusie als de rechtbank. Ja. Dus die bevestigde de conclusie van de rechtbank. En die zei dus, nee, er is sprake van een normaal gebruik. En het heeft gelijk consequenties ook voor België en Luxemburg. Hè? Want ik heb begrepen dat als het in Nederland niet mag, dan mag je dus ook niet. Ja. Dat is Benelux. Ja, maar je schrijft het dus voor de Benelux in. Ja. Ja. En het doet er dan niet aan af of je het dan maar in één van die drie lidstaten gebruikt. Dus dan wilden ze alleen maar naar België gaan? Zelfs dat kan dan niet. Nee, want dat je moet registreren in Nederland. Die staat daar aan in de weg. Trouwens, die tent is vernoemd naar zijn dochter. Wendy, die heette Wendy en die was helemaal fan van Pippi Langkous. Vandaar dat het Wendy's heet met het beeldmerk van een soort. Dat mag je de echte Pippi Langkous natuurlijk niet gebruiken. Nee. Maar een beeldmerk wat een beetje lijkt op dan. Dat geldt Pippi. Voor de fastfoodketen. Ja, dat geldt voor. Uit 1969 is dat ook begonnen. Eigenlijk, jongens, als Wendy's. Ik weet niet hoeveel tenten hebben zij. Zij in zijn de grootste na McDonald's en voor Burger King nog. Ik dacht dat ze 6300 vestigingen hadden. Ze hebben, waar je ook bent in Canada of Amerika, je ziet een Wendy's. Dan hadden ze van iedere vestiging gewoon €100 afgenomen. En dan waren ze met die zak geld naar Wendy in Zeeland toegegaan, hadden ze gezegd, mogen we jou hun naam kopen? Nou, Wendy zegt dan heel graag, denk ik. Ik wou net zeggen, wil je de tent erbij hebben? Ja. Ze dan ik zag in de uitspraken, want er werd ook nog gezegd dat die snackbar dus niet genoeg omzet zou draaien. Maar ik vond het nog behoorlijke omzet voor een snackbar in Goes. Het was iets van €150.000 op jaarbasis. Ja, dat is omzet. Moet je een hoop frikadellen Maar daar moet je een hele hoop frietjes van verkopen. Ja, dat is waar. Ja, ze hebben vis en chips, noemen zij. Hè? Peter Gillis zegt altijd massa's kassa. 27 miljard omzet hadden zij in 2012 op het Wendy's. En ze hebben 6.650 vestigingen wereldwijd. En wat zou zo'n rechtszaak gekost hebben? Nu, na zoveel jaren procederen en zo. Ja, en het leuke is, het is IE-recht. Dus daar krijg je dus proceskosten voor oordeling. Die liggen veel hoger dan in zeg maar gewone civiele zaken. Maar voor het geld wat het gekost heeft, hadden ze toch heel Goes kunnen kopen? Dat vermoed ik van wel, ja. Dat was tegen Goes gezegd. Goes heet geen Goes meer. Goes heet voortaan Wendy's. Ja, maar ik zag ook dat die eigenaar dus van de snackbar Goes Wendy's had gezegd, ja, dat had die grote keten niet verwacht van die Zeeuwse boerenpummel. Nee, maar zeker niet. Dat is natuurlijk een leuk juridisch steekspel. Tuurlijk. Kan hij nou nog een soort van kosten declareren? Ja, die proceskosten worden altijd gevorderd gewoon. Ja. Gelet op het feit dat ze al een heel aantal keer verloren hebben. Maar zal die daar ook wel... Op de Amerikaanse manier. Ik heb er ook schade van geleden en zo. Dus ik ga nog een zaak aanspannen voor $1 miljoen of zo. Ja, maar het is natuurlijk Nederlands recht. Dus daar kan je niet in Dat is dan weer het nadeel, hè? Dat is het nadeel. Ja. Maar ik zou het wel leuk vinden als het hier komt. Niet omdat het weer de zoveelste snackbar is, maar juist omdat ze net even iets anders hebben. Dat ze die vierkante hamburgers hebben, een iets ander assortiment. Ja, maar ze kunnen natuurlijk ook niet Wanda's gaan noemen of zoiets. Want dat ligt in het verlengde, dus daar kom je dan ook weer in. Maar als ze nou met een zak geld naar Goes gaan en zeggen, nou, noem jouw Wendy's nou Wanda's, dan kunnen onze Wendy's blijven. Dan gaat het toch op uitdraaien op een gegeven moment. Misschien. Nou ja, ze zijn al zo lang bezig. Ja, tenzij die Zeeuw gewoon heel principieel is. Ja, maar ja, goed. Het is wel leuk een keertje maar dat de zaak erin... Het is Zeeuw, hè, die weet je. Ja. He, die zijn Zeeuwse zuinigheid, hè. Houden ze zak geld voor en... Goed, nou. Michelle Markeer, dankjewel, tot de volgende keer.